en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik een unboxing van AliExpress. Ik heb daar namelijk schoenen besteld. En dat zijn namaak van de Adidas Superstars. En ik was eigenlijk wel heel benieuwd hoe echt ze er nou eigenlijk uitzien. Dus ik dacht, ik bestel ze, want ze waren €15 volgens mij ongeveer. Dus ik ga het pakketje nu openmaken en dan zal ik gelijk mijn eerste indruk geven. Ik heb er nu een maand op gewacht. En ja, dingen die ik later had besteld op AliExpress die kwamen al eerder. Dus ik vond het op zich best wel lang. Maar ik heb ook wel gehoord dat mensen er nog langer op moesten wachten. Dus dan valt een maand nog wel mee. Nou, dit zijn ze. Ze zitten nog per schoen in het plastic, dus dat zal ik er ook even afhalen. Nou, zo zien ze eruit. Ik vind ze er zo op het eerste gezicht best wel goed uitzien. Ik ga ze even vergelijken, want ik heb namelijk zelf deze. En dit zijn wel echte. Dus ja, ik ga even kijken. Ik zie wel dat de veters een stuk dikker zijn. Maar ja, dat is niet echt een ramp. Ik kan er ook altijd zelf nog andere veters in doen. Bij de achterkant zie je ook wel een beetje verschil. Ik denk echt dat als je ze aan hebt, dat dat echt niet opvalt. Even kijken. Ik haal dit er even uit. Oh, ik zie wel dat hier een gaatje voor de veter dicht zit, maar dat kan ik er wel uithalen. Zo, ik heb het er al uit. Ik ga even mijn telefoon erbij pakken. Ik ga even een foto zoeken van hoe de echte eruit zien. Nou, dit zijn dus de originele. Ik weet niet of het zo echt goed overkomt op de camera. Maar ik vind ze er toch nog best wel goed op lijken. Ze zijn wel nep natuurlijk, maar dat is logisch. Maar ja, alle details zijn wel echt goed nagemaakt. Ook dat dit superstar, zeg maar, dat dat goud is en dit is goud. En het is natuurlijk denk ik wel iets minder goed goud dan de echte, maar ik ben er denk ik wel tevreden over. Ik ga ze even passen, want dat is ook wel heel belangrijk. Ik moet de veters nog even helemaal goed doen, maar volgens mij passen ze wel. Ze zitten wel iets anders dan die ik al heb, maar ja, die heb ik natuurlijk ook al uitgelopen. Dus nou ja, ik ben er tot nu toe wel tevreden over. Dat was dan alweer deze video. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Als je het leuk vond om te kijken, vergeet dan niet om een duimpje omhoog te doen. En je mag ook altijd een reactie achterlaten. Dat vind ik heel erg leuk om te lezen. Als je meer video's van mij wilt zien, dan kun je natuurlijk ook nog op mijn kanaal abonneren. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte als ik een nieuwe video upload. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!